Yo, beste mensen van School Leven, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Dardo. Ik heb ook mijn eigen merchandise. Het linkje staat in de beschrijving voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ik ben dus Dardo. Ik ben elke dag, of toch 5 van de 7, ben ik live op Twitch TV in de avonden. Soms zelfs in de middag, als ik een vrije dag heb. We gaan een video maken vandaag over iets wat ik op Twitch eigenlijk de laatste week, anderhalve week aan het doen ben, genaamd Tetrio. Tetrio is een spel dat eigenlijk Tetris zou moeten voorstellen, maar ik dacht dat Tetris er anders uitzag. Ik ga jullie iets laten zien hoe ik Tetrio speel. Dat is als volgt. Kijk, Tetrio. Je gaat, dat is eigenlijk gewoon een site. Dus je gaat naar tetter.io eigenlijk. Tetter.io. Dus tet met een r.io, ja, dat eigenlijk, ja. En daar gaat naartoe, dat is gratis, je logt weer met een e-mailadres en dan kun je dit doen. Je drukt op join. Wacht, ik moet nog één ding doen. Tabblad unmute. Je gaat direct weten waarom. Daarom dus, hè. Ja, oké. Dan kun je dus multiplayer spelen. Ik zal het even doen. Ik moet, wacht, deze. Tetra League. En dan enter matchmaking. Dus je moet eerst qualify matches spelen. Die gaan we nu dus doen. Dus de qualifiers. Ik heb er nog maar 3 gedaan. 3 van de 10. Dus nu wachten totdat ik een match vind. Ja, match found. Oké, there we go. Dardro tegen Genepom. Woojimpom. Oeh, dat geluid alleen al. Ik heb het nooit aangezet. Ik wist alleen dat het muziekje al vrij irritant was. Oké, there we go. Dus, wat doe je? Amai, serie muziek. Spannend. Zo, hopla. Krap uitspelen nu, hè. Nu ben ik bezig. Dat is zo verslavend, hè. Dus je speelt dat spel. Dat is verslavend, dat kunnen we niet inbeelden, hè. Hela, dat zal niet zijn op deze manier. Hoppa. Ik wou het te mooi doen, voilà. Ik ben al dood. Oké, 0-1. Ik ben helemaal niet goed. Dat is wel duidelijk. Maar dat was ik gisteren aan het streamen. En ineens komt er iemand in mijn stream. En dat meisje, die noemt Lisanida. En Lisanida die zegt tegen mij: ik kom hier even flexen met mijn X-rank. Fuck is X-rank. Dit blijkbaar ranks S, S min, S plus, X, al die dingen. En X is het beste. Dus ik klik op haar naam. Lisanida is eerste van België. Eerste van België. Oké, dan gaan we nu kijken hoe Lisanida speelt. Kijk, ik weet dat er coronamaatregelen waren en dat je niet mocht buiten komen. Dat weet ik. Maar sinds kort is dat opgeschort. Dus je mag terug buiten komen, hè. Lisanida, dat mag. Dus je mag perfect terug op restaurant gaan. Wel op terras, maar je mag al wat meer doen, hè. Dus je mag buiten komen, hè. Deze is niet gezond, hè. Dat is gewoon niet menselijk. Ik kan dat gewoon niet volgen met mijn eigen ogen, hè. Dat gaat niet, hè. Ja. Dat is insane. Deze kan toch niet? Allee, kom aan. Doe normaal. What the fuck is deze? Ja, voilà. Dus dat was Lisanida. Dus ik dacht, ja, we hebben het hier gezien. Dat is een top van de wereld. Eerste van België. Dat is niet waar, hè. Ik heb er dus nog. Dat is echt niet normaal, hè. Dat is echt niet normaal. Wacht. Even kijken. Nog een. Wacht, dat is Lisanida. Ik het terug. Zie je? Zie je? Kijk hoe. Kijk hoe. Dat is toch niet gezond? Dan gaat hij mij niet zeggen dat gezond is, hè. Dat kan niet, hè. Dat, zie, deze, zie.
Ja, voilà. T-trio, ja. Maar dus ik dacht, we hebben hier wel de zotste mensen van België gezien. Lisa Nida. Het is een vrouw, dat weten we. En voor de rest weten we daar heel weinig van. Maar ik dacht, ik heb een idee. Ik ga opzoeken wie Lisa Nida is. Wie is die vrouw achter dat keyboard? Die vrouw dat zo insane Tetris kan spelen. Wie is die vrouw? Hoe ziet die eruit? Hoe zit hij daar thuis achter haar computer? Wat is die eigenlijk aan het doen terwijl hij Tetris speelt? Ik was van alles aan het bedenken, want dit is niet normaal. Hier moet iets achter zitten. Dus, ik heb ze gevonden. Heb ze gevonden? Ik heb ze gevonden! Haar echte naam is niet Lisa Nida. Haar echte naam is... Je zult het wel zien. Kijk maar. Ik ken niet gaan dat de vrouw in de keuken komt. Ze mag toe van min dat ze wel. Ik doe de keuken, doe de afwas, serveren. Dat is mijn prinses. Kathleen, hoeveel punten heb je nu? Op welk level zet je nu? Ja, we hebben het. Lisa Nida, exposed. Kathleen is haar naam. Kathleen. Kathleen is dus Tetris Queen, hè. Dus T-trio, dat was dus van naar een tijd. Ik bedoel, vroeger was het dus zo. Vroeger zat Kathleen zo in de zetel. Maar nu kan Kathleen dus T-trio spelen op de computer, hè. Zie, kijk. 7 miljoen en 11 miljoen. Allee, nog 2 miljoen en we zijn er. Oh. Maar straks eten, hè. Ja, dat is al niet meer goed. Prinses, ga je komen thee eens krijgen, hè? Ga direct komen. Prinses, ga direct komen. Nog even Tetris. Ik heb niks anders te doen. Wat is dat? Het was niet goed vandaag. Nee. Hoi. Kom. Ik heb al een keer gemist. Ja, Lisa Nida, missen, dat is niet goed, hè. Je moet gezien dat je elke lijn hebt, hè, al een keer gemist, jong. Hé, hey, vandaag, het is middageten, hè. Die zit er al 7 uur 's morgens, die vrouw, die Kathleen. Ja, daar zit ze. En tenminste heeft ze al 2 keer gemist. 2 keer, hè. Van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's middags, hè. Schandalen zijn dat, Kathleen, schandalen. Ik moet naar beginnen. Oh. Dat zou man teken zijn. Hij stond er werk nog lekker gezegd, ja, van Tetris. Welk level dat ze zit. Welke doelstelling dat ze ook hebben. En dat is niet... De doelstelling! Oh my god, shut the fuck. Nou, echt waar, ik heb al veel gezien. We hebben een vorige video. Als je de vorige video nog niet hebt gezien, ga even terug. Hebben we ook top België gezien. Echt waar, België. Het is iets waar je trots op moet zijn. Maar dit, echt waar. Ja. Dit is ongezien, hè. Meneer komt in de keuken. Vrouw mag niet in de keuken. Het is zijn keuken. Hij kookt. Hij doet een afwas. En de vrouw doet Tetris. Het is niet Tetris. Het is Tetris. Tetris is een nieuwe naam. Luister maar. Ja, ik zie het gespeeld. Het is voor zeker zowel 20 keer het spelen, hè? Ik geloof dat dat 20 jaar is dat ik speel met Tetris. Tetris? Ja. Tetris, allee, joh. Dat speelt 20 jaar Tetris en dat kan het nog niet eens uitspreken, maat. Dat snap je dus niet, hè. Bij deze Kathleen en Lisa Nida, dat is dus een grap, hè. Dat is Lisa Nida niet, hè. Lisa Nida, we weten dat, die is jonger dan deze vrouw. Dat heb ik al gevraagd. Dat ik zeker was dat het zij niet was, want de kans bestond nu wel eens dat deze vrouw net de queen van Tetris was. Maar het is niet zo, het is ons Lisa Nida, hè. Zij is de queen, maar deze vrouw... Echt waar, dat is insane. Eigenlijk is het wel een verslaving, hè. Ja. Het is zeker 20 jaar. Zeker 20 jaar. Ja. Niet veel meer, maar tot er... Ja. Imagine, hè. Dat zijn 7 dagen in een week. Hè? Wacht, ik ga even uitrekenen, want mijn wiskunde en mijn hoofdrekening gaan niet zo snel. Je hebt 365 dagen. Maal. Hoeveel jaar? 20. Is... 7300. Dus die mens heeft al 7300 keer in zijn keuken gestaan en de afwas gedaan. Hè? En die heeft al hele tijd Tetris gespeeld. Sorry. Tetris gespeeld. Tetris. 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 Voilà. Tetris.
Nu ga je nooit meer fout uitspreken, hè. Al 7300 dagen speelt die vrouw Tetris. Allee, maat. Dat kan toch niet? Dat huishouden blijft duren. En het onderwerp is ook alleen maar Tetris. Ik ga het juist uitspreken, want ik cringe ervan als ik Tetris zeg. Ja, Tetris. 7300 keer... 7300 dagen achter een studie idees. Zou die op de feesttafel ook zo zitten met daar een Tetris? Zo? De begrafenis met Tetris? Het vliegtuig met Tetris? Op de wc? Op de wc met Tetris? Dus die Gameboy wil ik al niet aanraken. Alleen maar Tetris, 20 jaar, 7300 dagen achter elkaar. Insane. Tot de rondruim. Dankbaar dat ze tijdens het team al bezig is weer met Tetris. Ik denk, maar ik had al leren beleven. Iedereen is een hobby. Ik ook. De vrouw Tetris. We komen er zo over in. Tetris, zeg het ook al. U kent het. De vrouw Tetris. Maar echt zo. Zo'n ei van. Ja, dat is toch normaal, hè? Ik heb dat mijn leren leven. Iedereen is een hobby. Ik ook. De vrouw Tetris. We komen er zo over in. Dit kan echt niet. Echt waar. Sorry, maar ik dacht dat ik al veel gezien had, maar deze gaat er gewoon los over. Het gaat er echt los over. Ja. Ik heb er geen woorden voor, eigenlijk. Man bij het hond? Vraag mij af voordat hij daarmee wegkomen met zoiets, want dat kan toch niet, man? Dat is toch niet meer gezond? Oké, ik ben benieuwd. Volgende week, nieuwe video. Ik denk dat het een vlog kan worden. Ik ben er vrij zeker van. Ik heb hier daardoor staan. Zoals ik al zei, eigen merchandise. In de beschrijving kun je dat terugvinden. Die eigen merchandise heeft een bicep. En die bicep die staat voor... Yo, beste mensen van schoolleven! Welkom bij een gloednieuwe video, gloednieuwe vlog, gloednieuwe stream. Flex die biceps! En joejoe, zeg ik altijd. Maar die flex die biceps, dat is gewoon weg. Ik heb geen biceps meer. Ik heb biceps gehad. Ik heb me laten gaan het afgelopen jaar. Door de maatregelen, hè, door de corona. Maar deze bicep heeft wel een betekenis. En dat is dat ik sportief, energiek ben en dat ik voor positiviteit sta. En die bicep heeft al veel aderen verloren. Hè? Dus we gaan daar terug aan werken. En ik heb vanaf zaterdag een personal coach. Dus volgende week kunnen jullie hier op mijn YouTube zaterdag om 4 uur een video zien waar we mijn personal coach gaan ontmoeten. Bangelijke gast. En ik kan het nu al zeggen, het is een top van België. Dus ja, we kunnen niet falen. Worden foto's genomen, wordt online gepost. Dus ik kan en ik mag niet falen, want dat maakt mij belachelijk voor de grootste mensen in België. Dus we moeten wel zien dat we daar gewoon succesvol klaar krijgen. En we gaan er 100% allemaal samen aan meewerken. Want op stream ga je er met geen... Oké, daar gaan we wel nog Red Bulls in drinken. Maar Red Bull Zero dan. Of misschien eentje ingeplant in mijn schema, maar dat betwijfel ik al. Geen ketchup meer. Staat er nog van daarnet van mijn bulletje. Geen ketchup meer. Ik ga... Ja, dat is het probleem. Ik ga normaal met het leven terug. Ik zit wel super hard zitten. Maar ja, volgende week zaterdag, nieuwe video. Jongens en meisjes, bedankt om bij te zijn. Dikke merci. En zoals ik altijd zeg, jawel, vanaf volgende week nog extra flex die biceps. En joehoe!